Op oudejaar hebben drie mannen in het centrum van Brussel een slachtoffer in elkaar geslagen. Dat gebeurde vlak voor het Hotel Metropool op het De Broekijreplein. Drie mannen kruisen een willekeurig slachtoffer en geven de man een vuistslag. Er wordt meerdere keren op de man geklopt. De daders laten het slachtoffer achter en stappen weg richting de beurs. Van een van de daders is een robotfoto gemaakt. Het gaat om een man van vreemde origine, waarschijnlijk Albanees. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft halflang zwart haar en hij droeg een korte zwarte lederen vest.